Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Martin Derksen met Steffen QV66, Dornfelder Merlot. Duitsland is voor Nederland een lastig wijnland. In de oude tijden vooral bekend door goedkope speetlezen, kabinet en wijn als Kellergeister en Blue Nun. Dat praten over de jaren 60 en 70. Duitsland is niet makkelijk van het image afgekomen, terwijl Duitsland zoveel meer te bieden heeft. We zien meer en meer wit. Ik denk dat er in Nederland meer dan 90% witte wijn uit Duitsland verkocht wordt. En slechts 10% rood en rosé, waarbij rosé een procentje is en de rest echt allemaal rood is. Dus 9% rood en 90% wit. Gelukkig komen er wineries op met topkwaliteiten. Uit de Pfalz, uit Baden, uit de Rheingau, met magistrale wijnen. En veel mensen die op die wijngebieden op vakantie zijn geweest, komen inmiddels ook in de winkel om te vragen of die wijnen ook hier verkrijgbaar zijn. Vandaag proeven we de Steffen selectie nummer 66 en Dornfelder met Merlot. Dornfelder als onbekendere druivensoort denk ik, wat normaal een licht karakter heeft, een frisse stijl maakt en Merlot natuurlijk de bekendere druivensoort met wat vleesigheid erin. Wijnen zijn ook droog, dus je wijnen hebben geen restzoet daarin. De jaargang is 2013. Allemaal met een draaidop, een dreverschloes zoals de Duitsers zeggen. Een wijn met 12% alcohol, niet te zwaar. De schijnende kleur, briljant fonkelend. En in de neus zit gelijk een herkenbaar Duits tintje. Voor mij is het soms iets genoemd als wat salvens, hoewel dat niet een term is waar veel mensen iets mee kunnen. Maar voor mij is het een herkenbaarheid dat ik het kan plaatsen in dat gebied. Het is bes, het is fruit, het is kersen. Neemt Dornfelder ook al met zich mee. En het ruikt eigenlijk heel fris, aangenaam en opwekkend. Dan moet het uit gebieden komen, dit zal nooit Frans zijn, dit zal nooit Italiaans zijn. Dit komt gewoon uit Duitsland. Wijn heeft een opwekkende zuurgraad, veel frisheid, fraîcheur. Lengte, niet te zwaar. En die frisheid erin maakt dat je dit goed kunt combineren gastronomisch. De meeste mensen kennen Pinot Noir uit Duitsland. Daar heet hij de Spätburgunder. Zoals gezegd, dit is een Dornfelder met Merlot. En die Spätburgunder heeft altijd de kruidigheid die je veel ziet in de gastronomie. Dornfelder met Merlot kom je daar niet in tegen. Werd tijdens dat beschouwd als misschien wel een mindere druivensoort. Ik denk dat dit voorbeeld, dat uit de Pfalz komt, dat we echt een keer aan de goede kant zitten. Dat een Dornfelder en een blend met Merlot heel erg lekker kan zijn. Dit zijn wijnen die fantastisch combineren met bijvoorbeeld lamsvlees en schotels uit de oven. Met wat vettigheid eraan. En de elegantie en de fraîcheur in deze wijn maakt dat een fantastisch koningsmaal.